Hoi, goeiedag. We gaan een opgemaakt film. Welkom, of welkom terug op mijn kanaal. Laten we daarmee beginnen. Ik ben een beetje van slag. Dennis is hier net geweest en we hadden... De vader stond in storing. Die staat daar. Daar. En dus Dennis, ik zeg Dennis, ik krijg hem niet uit en hij wil niet. En hij bleef doordraaien terwijl de deur open was. Of hij bleef pompen. Of, nou, ik weet het niet. Dus Dennis heeft de plint, is net even thuis geweest, heeft de plint afgehaald en de stekker even uitgehaald. Maar nu schijnt het daaronder ook nat te zijn, dus nou, wordt vervolgd. Opgemaakt deze maand. Ja, niet zo heel veel, maar dan weer net genoeg om er wel een leuk filmpje van te maken. Uiteraard weer de face wipes. Ja, die maken iedere maand op. We weten het, hè. Wat ik ook opgemaakt heb, is een kruidvat vitamine radiant glow sheet mask. En die was echt heel fijn. Hij bleef lang zitten. En toen ik hem eraf haalde, na ongeveer een kwartiertje, 20 minuten, zat er nog wel serum op mijn gezicht wat ik in kon masseren. Ik pak heel even mijn bril. Momentje. Ja. Voor als ik hem nodig heb. Maar in ieder geval, ja, zou ik zeker nog een keer gebruiken. Was echt heel fijn. Wat ik heb opgemaakt is de kruidvat Face Tonic voor een droge huid. Heb ik er nieuwe van in gebruik. Heel fijn. En wat ik ook heb opgemaakt is de micellair water voor een droge huid. Ja, het doet wat het moet doen, maar het is niet zo goed als de Garnier. Nou dat. Dus ik heb nu de Garnier weer staan. Ik zou hem zeker kopen. Ja, prima. Ik heb een body spray opgemaakt. Citronella body spray. En dan staat erbij... Deze is van de Action. Refreshing body spray with the subtle scent of citronella. 200 ml. Dit was een heel goed anti-muggenspul. Als ik dit sprayde, had ik geen anti-muggen. Deze daarentegen. Van de kruidvat. Anti-insect met 20% deed. Deed niet genoeg. Beschermt tegen muggen en teken. 4 uur protection. Nou, dit is dus voor de nacht voor mij gewoon niet genoeg. Ik had dus nog steeds 's ochtends muggenbulten. Ook heb ik een Syos Dry Shampoo Anti-Grease. Raar woord. Opgemaakt. Instant and clean freshness. Instant clean and freshness. One extra day of freshness. Nou, weet niet. Al wil je het 2 of 3 dagen gebruiken. Ik gebruik het elke dag gewoon. Ik heb heel slap, zacht haar. Heel futloos, zeg maar. Heel dun ook. Maar ik gebruik dit gewoon om wat, zeg maar, structuur en stevigheid in mijn haar te brengen. Deze maand heb ik ook een Cien opgemaakt. Een rolletje. Dit is de Pure Freshness Deodorant. Long Lasting. Deze gebruik ik in combinatie met een spray. Die heb ik nog wel. Ja. Fijn. Lekkere geur. Gewoon een beetje fris. En ik heb een Max & More Fixing Spray opgemaakt. Nou, die kennen we allemaal, toch? Van de Action. Ja, die maak ik regelmatig op, volgens mij. En deze heb ik... weer in gebruik momenteel. Dan heb ik 2 keer de Charlotte Tilbury Magic Cream opgemaakt. Dat zit dan in zo'n kartonnetje. En dan hierin zit hier, dat scheur je eraf. En dan zit hierin product voor 2 of 3 keer. Daar heb ik er 2 van opgemaakt. En wat ik heb gedaan gisteren dus, hem helemaal in 1 keer op mijn gezicht gesmeerd als een soort masker. En hem dan gewoon ermee gaan slapen als een soort nachtmasker. Heel lekker.
Even al mijn potjes eens. Ik heb allemaal potjes opgemaakt. Ja, zo. Ik heb een Hydra Beauty Micro Gel, Micro Oog Gel opgemaakt van Chanel. Dat is niet mijn favoriete lijn. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar goed, ik heb hem wel opgemaakt. Zou ik dit kopen? Nee. Nee. Zou ik dit gebruiken als ik hem weer krijg? Zeker. Dan heb ik een oogcreme van een Oog Miracle Cream. Een Miracle Eye Cream van Revolution Pro opgemaakt. Ja, er zit nog een heel klein beetje in, maar dat is niet meer goed. Dus, maar dit vind ik een fijne lijn. Ik heb een proefje van Chanel Le Lift Crème opgemaakt. Dit is Soothing Soothes and Firms. Nou, ja prima. De Le Lift lijn vind ik wel lekker met die gouden lijn. Sublimage. Maar Sublimage is nu gewoon te duur om te kopen. Wat ik niet heb opgemaakt, maar wat ik wel weg ga doen en dus daarom zit het in mijn opgemaakt, is twee keer een mini van de Charlotte Tilbury Magic Night Cream. Alsof je gewoon een pot vaseline op je gezicht smeert. Ik vind het niet oké. Deze zit nog voller. Ik vind het niet oké. Het voelt niet lekker. Het plakt de hele dag. De night cream van Revolution Pro van de Miracle Line doet hetzelfde. Logisch, want het is een dupe hiervan. Ik vind het niet fijn. Ik vind die van Revolution niet fijn. Ik vind die van Charlotte Tilbury niet fijn. Wat ik wel fijn vond was de Miracle Cream. Want die heb ik opgemaakt. Een klein potje. Prima cremmetje. Zou ik het kopen? Nee, nooit. Maar prima cremmetje. En ik heb er eentje opgemaakt voor de ogen. Dit is de Miracle Eye Rescue. Dat zit in een nog kleiner potje. Heel cute. Heel cute. Maar ja, fijne oogcrème. Ga ik het kopen? Nee, maar een fijne oogcrème. En als laatste heb ik de Sublimage Le Crème van Chanel. Deze had ik vorige maand al opgemaakt. Maar zat nog in mijn tas. Die was ik vergeten te laten zien. Deze is ook opgegaan. Maar superleuk potje wat ik ga bewaren. Zo'n oen ben ik dus wel. Dit was wat ik had opgemaakt in augustus. Het is niet heel veel. Ik heb geen make-up opgemaakt. Behalve dan een make-up spray. Maar goed, dit was wat ik heb opgemaakt in december. Nee, december. In augustus. In augustus. Ik ben van slag van de vaatwasser. Ja, nou, dat enige wat ik kan zeggen is bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!